dit is ook gewoon mijn allereerste optreden na mijn zwangerschap. Dus het wordt meteen echt zo'n bam voor mij. Ik krijg vandaag brave. We zijn bij de repetities van Let's Dance. Wow, ik zie eruit. Oh, kut. Welkom bij een nieuwe week. Het is vandaag vrijdag. En wij lopen naar de Jumbo. Want daar gebeurt alles. En Carolina is haar eerste optreden. En ik moet morgen. Dus ik ga alvast even kijken wat ik er allemaal kan verwachten. Mick is er ook. Altijd gezellig met Mick. Ja, ik ben heel benieuwd. Het schijnt echt hysterisch te zijn. Ja! Zo, het is vandaag showtime. Het is zaterdag. En ik wacht even in de lobby om te soundchecken. Ik heb om 5:00 een soundcheck tot 5:30. En ik vind het heel spannend, want zoals je gisteren kon zien was het echt massive en packed gewoon daar. Dus ja, het is echt mega spannend. Dit is ook gewoon mijn allereerste optreden na mijn zwangerschap. Dus het wordt meteen echt zo'n bam voor mij. Dus ja, best wel nerveus voel ik me. Maar ik heb er ook zoveel zin in om daar gewoon te staan. Om helemaal uit mijn dak te gaan. Ja, ik word hier ook aangekeken alsof ik een van de gek ben die mezelf filmt. Dus ik ga stoppen. ja, ik wacht nu op Dan. En dan gaan we samen... met de auto naar Jumbo. Oh my god, waar alles gaat gebeuren vanavond. Niet normaal zenuwachtig. Over en uit. Op de car. Ja, het is echt heel spannend. We moeten nog voorlopig ruim 2 uur. Ja. En dan worden ze opgehaald met de auto en dan wordt mijn make-up gedaan. En dan is het gewoon afwachten en knallen. Showtime! Ja! Yeah. We voeren de druk niet op, maar er zijn maar een paar duizend mensen. Ja. Hoi! Zo blij met mijn make-up. Ja. Ik heb nog een kwartier. En dan moet ik daarheen ongeveer. Ik zal even mijn outfit laten zien. Zo'n heel pak. Oh my god. Ik ben best wel nerveus. Maar ik heb er ook weer zoveel zin in. Om gewoon op het podium te staan en gewoon te knallen. En... oh my god, Paul heeft mijn make-up gedaan. Ik ben zo blij mee. Ja, het gaat nu gewoon echt weer beginnen. Gewoon mijn eerste optreden en er komen nog zulke leuke andere projecten aan. Oh, ik ben gewoon helemaal in een soort hyped mode nu. Ja, ik ga nu mijn schoenen aantrekken. Zodat ik in ieder geval helemaal ready ben.
En dan is het gewoon showtime. Ja, geweldig. Ik doe heel veel met me. Nou, we zijn op bij de repetities van Let's Dance. En ja, het ziet er allemaal heel professioneel uit. Oké, we gaan zo meteen alles repeteren. En ja, ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Oké, we hebben het gerepeteerd. Ik ben helemaal kapot. En we hebben nu pauze.
Goedemiddag nu. Het is vandaag dinsdag. En jullie zien Eldridge al hier in de back. Hi. En ik zie er een beetje gek uit. Ik heb mijn haar even gevlochten, uitgekamd en gevlochten. Maar ik krijg vandaag braids. Ja, ik ga voor die look voor Let's Dance. Dus ik krijg vlechten. En ja, ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat. Dus jullie gaan na dit filmpje gewoon het eindresultaat zien. Misschien dat ik nog heel even zo tussendoor film. Maar het wordt een lange zit. Een hele lange zit. We gaan gewoon series kijken, eten en whatever. En ja, ik ben zo benieuwd naar het eindresultaat, jongens. Niet normaal. Zo, ik zit even op de grond, want de zon hier is niet normaal. Ik kan gewoon niks filmen. Ik heb 2 pakketjes gekregen. Ik zie er echt niet uit. Oké. Dus die ga ik even unboxen. Oké, ik ben even naar de badkamer geplaatst. Maar deze maskers zijn niet normaal lekker volgens mij. Hier zit ook echt een soort van... Wat is dit? Prickly pear oil. En dat moet je er dan eerst zo op je gezicht doen. En daarna dat masker dus doen. Nou, ik ga dit vanavond doen. Of anders morgen. En dan laat ik het even zien. Het eindresultaat. Oh my god. En dit is een... Dit spray je dan volgens mij gewoon lekker op je gezicht zo. En er zitten ook van die glittertjes in een beetje. Een glow. I love it. Dankjewel Starskin. Ik ben zo blij hiermee. Niet normaal. Oké, guys. Zoals je ziet is het donker. En... Eldridge, die heeft zoveel geduld. Ik zou dit nooit kunnen doen bij iemand. Oh, maar zoals je ziet, we zijn nu ongeveer op de helft. Of op de niet? Helft, ja. Ietsjes over de helft. Ietsjes over de helft. En ik ben nu al zo blij. What do you think? Ja, I love it echt. Maar ik laat het zo beter zien. Maar ik ben nu al gewoon helemaal obsessed. Oké, we hebben net een heel seizoen van The Bodyguard gekeken op Netflix. En we zijn nog steeds niet klaar. Zoveel haar heb ik, jongens. Het is gewoon niet normaal. Maar het komt allemaal goed. Einde is in zicht. Einde is in zicht. Nog een klein plukje hier. Een stukje aan de bovenkant. Yes. Goedendag. Goedendag. Dit is het eindresultaat, jongens. Ik ben helemaal vergeten te delen met jullie. Maar dit is dus de look. Het is heel anders. Maar ik ben er zo blij mee. Eldridge heeft het zo mooi gevlochten. Echt niet normaal. En ik heb vandaag mijn nagels gedaan. En ik heb gisteren heb ik mijn wenkbrauwen laten doen. Dus ik heb alles gedaan. Ready voor dit weekend. Want dit weekend is Let's Dance. Dus dat is super spannend. Ik heb heel weinig kunnen vloggen. Want ik ben eigenlijk heel erg druk geweest met... mijn haar. Met repeteren voor Let's Dance. Jezus, dance. Voor Let's Dance. En dus ja, ik heb niet heel veel tijd gehad om ook nog daarnaast te vloggen. Of überhaupt leuke dingen te doen. Dus ja, ik... dat is even de update. Ik weet niet of er ook heel veel meer gaat gebeuren vandaag. Ik moet gewoon weer repeteren. Zelf repeteren thuis. En morgen is er een doorloop on stage. Dus in het Ziggo. Echt heel tof. Maar goed, deze vlog gaat natuurlijk morgen online.
Dus ik ga hem ook afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie volgende week weer met een nieuwe vlog. En abonneer je, like, comment, share. En dan zie ik jullie volgende week weer. Muah!